Goedenavond, Johan Bosmans met het nieuws van 6 uur. De wolf is terug in België. Voor het eerst in 200 jaar hebben wij officieel terug een wolf in ons land. De wolf heeft de afgelopen 2 dagen al 4 keer toegeslagen. De politie heeft verschillende meldingen gekregen in de regio van Roeselare. 3 schapen en een hond werden intussen het slachtoffer van het roofdier. En de boeren hebben geen middelen om hun dieren te beschermen. Door de jagersvereniging werd intussen een aanvraag bij de burgemeester ingediend om de wolf op te jagen. Verder in het nieuws. De beruchte crimineel en president van de motorclub Belgian Skulls, Jonas van Leeuwen, heeft vandaag de gevangenis van Brugge na 2 jaar hechtenis mogen verlaten. Tot zover de hoofdpunten van dit bulletin. De voetopbaan. Ja, ik heb mijn bus gemist. Het is zo'n weer, het wordt donker. Ja. Ik geef jou een lift. Goh. Kom, stap in. Bus gemist. Hey, vreemd. Kort jij een zaklampen mee, pa? Is dat? Wow, of wat? Kom, ja. Heb je die koffie? Het zijn van die go-fast mannen uit Lille. Daar weer. Vooral van die mannen die drugs smokkelen. Voor mijn superauto's. Ralf? Maar niet aan Ralf. Nee? Waarom niet? Gewoon de schone maniertjes, de sissi, de ogenie, de schone rampjes. Al die kaka, jong toch. Nee, ben er niet. Maar niet aan Ralf. Maar dit zijn Marokkanen uit Frankrijk. Kijk je goed? De ene Bernard wel. Ik kocht vroeger wiet van hem. Maar het is eigenlijk zijn onkel die het wil kopen. Goed.
Meneer Janssens, laat me alsjeblieft gaan. Alsjeblieft. Ik zeg het echt tegen niemand. Ah, Louis, t'es là. Ça va? C'est qui lui? C'est mon oncle. Allez, à son frère, vas-y. Ah, c'est chaud, ça. Bernard. Qui sont le mec? C'est un pote, un flamand. C'est son oncle qui nous la vendra. Ici. Help me, geen vent. Combien? 400. Oké, dan ben. Mes oncles, c'est des bons gens, je les connais. Tacle le doigt! Oh, oh! Thank you.